De natuur kan toch paradijselijk mooi zijn en goed. En toch is er veel kwaad en lijden in de wereld voor mens en dier. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, het is natuurlijk moeilijk om de natuur te beschrijven en te trachten te begrijpen vanuit begrippen die van ons afkomstig zijn en die wellicht voor de natuur niks voorstellen. Je spreekt over mooi, ja, ik vind de natuur ook prachtig. Die bomen en die dieren, het is allemaal zo mooi zoals ze er zijn, maar ze bestaan wel uit zichzelf zonder mooi te willen zijn. Althans, ze wilden niet beantwoorden aan dingen, aan eisen die wij daaraan stellen. Ze zijn gewoon zichzelf. En de begrippen mooi en lelijk en goed en kwaad zijn van ons afkomstig en kunnen we toepassen op onze levenservaringen. Maar wat doen we als we dat op de natuur projecteren? Dat is heel geheimzinnig. Kijk, als we over de natuur spreken, dan spreken we over levende wezens. Ja, je kunt ook over de bergen en de zee en zo spreken, maar hier zien we de natuur, die bomen, die planten en de dieren. Het zijn levende wezens, maar geen mensen. Wij beschouwen onszelf als buiten de natuur staand. En die levende wezens die hebben hun ervaringen. Ja, voor wat een boom betreft zal er natuurlijk iets heel anders zijn dan voor wat dieren betreft. Een boom heeft ook zekere gewaarwordingen. Hij weet waar het licht vandaan komt, hij richt zijn blaren, hij kent de zwaartekracht, hij richt zijn stam omhoog. Er zijn contacten tussen ook planten en de omgeving. En zoals de dieren natuurlijk nog veel uitdrukkelijker de omgeving in zich kunnen opnemen met hun zintuigen. Dus die interacties zijn, dat is het leven. En dat leven, dat kan leiden. Ja, ook het dierlijke leven. Planten niet, denk ik toch. Ik denk niet dat ik me vergis als ik zeg dat planten niet kunnen leiden, maar dieren wel. Mensen bij uitstek ook. Hè. Wij kunnen op een hele bewuste manier het leed moeten dragen. Maar dieren kennen ongetwijfeld ook pijn en angst. En dan spreken wij van kwaad. We zeggen dat is niet goed. Dat is niet goed dat er dat leed is. Maar het behoort tot de natuur, dat lijden. Het maakt deel uit van het functioneren. Doordat een dier pijn kent, tracht het pijn te vermijden. En doordat het honger kent, gaat het op jacht om iets te kunnen eten. Dus dat maakt deel uit van de manier waarop het leven functioneert. En zo zien we toch dat onze begrippen een zekere herkenning in de natuur hebben. Ongetwijfeld. Maar dat mooie dat wij in de natuur aantreffen, eerlijk gezegd, ik denk dat die interpretatie heel onnatuurlijk is. Er is iets paradoxaals, iets heel vreemds aan de hand met de natuur, met het leven. We kunnen het ook zo misschien zien. Leven is wat wil leven. Een levend wezen is iets dat in de eerste plaats zichzelf in stand wil houden. Het leeft en het wil blijven leven. Het verzet zich tegen alles wat zijn leven bedreigt. Het wil niet doodgaan. Het wil niet ziek worden. Het wil stand houden, gezond blijven, sterk blijven, eten, genieten van het bestaan. Dat is leven in al zijn vormen. Maar als elk levend wezen wil leven, dan is het wel heel paradoxaal dat zoveel levende wezens andere levende wezens doden. Er wordt veel gedood om te kunnen leven. Dieren doen dat bij uitstek. Meer bepaald vleesetende dieren jagen op andere dieren. Een wolf jaagt op een konijn. Ja, maar dat konijn wil ook leven. Maar die wolf, om te kunnen leven, heeft dat konijn nodig. Hier is het lijden, het moeten sterven, het pijn kennen, het angst kennen, maakt een natuurlijk deel uit van het hele gedrag van die dieren. Is dit een kwaad? Dat weet ik niet, maar het is inderdaad lijden. En bij ons komt dan een gevoel uit op van dat zou eigenlijk niet zo mogen zijn. En dan proberen wij de natuur te verbeteren. En dan proberen wij inderdaad de natuur te verbeteren, want we zien dat er bepaalde gedragingen zijn in de natuur die wij mensen vanuit onze gevoeligheden afkeuren. Je zou kunnen zeggen dat die in de natuur bepaalde gedragingen naar onze normen volstrekt onaanvaardbaar zijn. Het is op een bepaalde manier echt misgelopen, wellicht zelfs naar de normen van de natuur zelf ook. Het feit dat bijvoorbeeld een aantal diersoorten
parasiteren op andere diersoorten. Dat er levensvormen zijn die om te kunnen leven helemaal gebruik maken van andere levende wezens die eigenlijk ook op zichzelf willen bestaan en niet willen dat anderen moeten dragen, maar zelf willen er zijn. Dus parasitisme, dat lijkt me een soort ontsporing in de evolutie van het leven op aarde. Er loopt iets mis als het zo gaat. En dan natuurlijk predatie, het roofdiergedrag. Het ene dier dat het andere doodt om zelf te kunnen leven. Daar keert het leven zich tegen het leven zelf. Dat vind ik een hele merkwaardige ontwikkeling. En naar onze normen, naar ons aanvoelen, is dat een tragische ontwikkeling van het leven op aarde. En stel dat de mens daarin wil ingrijpen en dat wil verbeteren, is dat wel mogelijk? Want als je één schakel eruit neemt, dan stort misschien het hele systeem in elkaar. Met andere woorden, ligt dat wel in onze mogelijkheid om de natuur te verbeteren, om hier iets in te veranderen? Van ons morele bewustzijn, dat wil zeggen vanuit ons verlangen dat er niet zou moeten geleden worden in het leven, zouden wij dat inderdaad misschien willen verbeteren. Maar dat kunnen we natuurlijk niet. En wij kunnen het roofdiergedrag van honden en wolven kunnen we niet veranderen. Maar we kunnen wel vaststellen dat dat in de natuur is terechtgekomen. En dan kunnen we er misschien voor zorgen dat diezelfde gedragingen die ook in ons aanwezig zijn, wellicht niet te veel tot uitdrukking komen. Ook in de mens zit een roofdiergedrag. En ook daar komt het dan in ons op dat we dat wellicht niet mogen uitleven. En dan doet zich de hele tragische ontwikkeling voor dat wij in bepaalde van onze gedragingen nog erger zijn dan de ergste diersoort. Hoezo? Mensen voeren oorlog. Mensen organiseren zich zo dat ze elkaar omwille van bepaalde conflicten of belangentegenstellingen massaal gaan uitmoorden. Maar elke mens die leeft, wil leven. Elk levend wezen, bij uitstek de mens die zijn leven bewust beleeft, die wil leven. Hoe komt het in ons op om massaal menselijk leven te willen doden? Ja, hoe komt dat? Is dat inderdaad, je hebt daar heel wat over geschreven, maar wat is nu eigenlijk het afdoend antwoord op die vraag? Waarom doen wij dat? Een antwoord, maar een afdoend antwoord kun je daar niet op geven. Het blijft iets dat we nooit ten diepste begrijpen. Maar een antwoord is natuurlijk, het is onze dierlijke natuur zelf. Er is in de natuur iets ontspoord. Toen al honderden miljoenen jaren geleden op aarde levensvormen ontstonden die leerden gebruik te maken van andere levende wezens om zelf te kunnen leven, liep er iets mis. Planten doen dat eigenlijk niet. Een plant om te kunnen leven, hoe leeft een plant? Wel, die neemt het zonnelicht in zich op als energiebron. Neemt dan uit de lucht koolstofdioxide en waterdamp en maakt daarvan glucose en andere organische moleculen waarmee hij groeit. Een plant doodt daarvoor geen enkel levend wezen. In principe moet dat niet gebeuren dat er gedood wordt om te leven zoals de planten leven. Planten gebruiken uitsluitend anorganische substanties, elementaire bestanddelen om zichzelf op te bouwen. Maar dan ontstonden in de loop van de evolutie andere levende wezens die zeggen, ja maar, veel gemakkelijker is het dat ik, om aan mijn levensbehoeften te voorzien, dat ik die planten opeet. Ik heb behoeften aan eiwitten, die plant zit vol eiwitten, ik eet hem gewoon op. En de planten dienen als voedsel voor de dieren. Dat is de bedoeling nooit geweest van die plant. Maar een plant heeft niets dat zich kan verweren en wellicht zelfs niets dat zich daarvan bewust is. Maar dan ontstonden er dieren die ook gingen jagen op andere dieren. En daar is natuurlijk wel een zeker besef van wat er gebeurt. En dan ontstaat het lijden in de natuur. Ja, je beschrijft nu wat Darwin noemt de struggle for life en de survival of the fittest. Is dat de juiste beschrijving van de natuur? Althans een deel van de beschrijving daarvan. Dat is inderdaad niet bepaald optimistisch, hè? Nee, vandaar dat er zoveel weerstand bestaat tegenover die theorie. Voor een strikte wetenschapper is er geen enkel emotioneel probleem. Die zegt, het gaat zo. Inderdaad, dieren gaan op elkaar jagen. Welk dier kan dienen voor welk ander dier? Wel, de sterkste wint.
Een beetje simpel uitgedrukt. Hè? Dat is in de werkelijkheid wat complexer, laten we zeggen, de meest aangepaste aan de struggle. Om de, niet alleen om te overleven, maar ook om nakomelingen te kunnen maken. Om de soort dus in stand te kunnen houden. Die daar het best in slaagt, die de best beschikt over de beste eigenschappen om in die zin te overleven, die overleeft. Dat is de struggle for life, dat is de selectie waarbij de best aangepasten zich kunnen voortzetten en de minder geschikte individuen gewoon geëlimineerd worden. Die meedogenloze struggle for life met, zoals ze dan zeggen, de survival of the fittest, mm-hmm. de bekwaamste overleeft. En zijn wij mensen dan ook zo in onze genen uiteindelijk? Wij zijn dat, daar het product van. Dan ligt er toch wel een heel pessimistische kijk aan de grondslag van ons bestaan? Ja, maar natuurlijk, dat is weer een menselijk waardeoordeel over een natuurlijk proces dat aan geen enkele waarde tracht te beantwoorden. De natuur spreekt geen waarde uit. De natuur kent niet de morele waarden of zelfs de sentimenten die wij daarbij voelen. De natuur kent die niet. En zo gebeurt het dus inderdaad in de natuur, althans ten dele. De evolutie voltrekt zich op een nog complexere manier dan alleen door survival of the fittest, door de selectie. Het is ingewikkelder dan dat, maar dat is zeker een essentieel onderdeel ervan. En wij zijn daar dus het product van. En dat is eigenlijk fenomenaal als je daaraan denkt. Hè. Heel dit lichaam, met al zijn wonderlijke eigenschappen, met zijn organen en zijn zintuigen, is allemaal het product van honderden miljoenen jaren genetische variaties waarop de natuurlijke selecties werken. Dus er is een voortdurend verandering in het genetische materiaal dat de dieren in zich dragen. Daardoor ontstaan er allerlei vormen en bekwaamheden en onbekwaamheden en heb je de selectie van de beste. Maar eigenlijk is dus op menselijk gebied dan, als ik jou volg, die redenering volg, bijvoorbeeld oorlog tussen mensen ook onvermijdelijk, want het ligt gewoon in onze genen. Survival of the fittest. En zoals het nu inderdaad heel pertinent zegt, zie je hoe pessimistisch dat inderdaad is. Ja. En toen dat Darwinisme goed begon door te dringen tot onze cultuur in brede lagen, bestond daar en bestaat daar nog een grote weerzin tegen. Heel veel mensen vinden dat vreselijk, en vooral in religieuze kringen, waar graag gesproken wordt over de schoonheid van de door de goede God geschapen natuur. In die kringen weigert men gewoon dat aan te nemen. Maar ja, voor een wetenschapper zijn dat de feiten, en de feiten, of je ervan houdt of niet, zijn de feiten. Dus een wetenschapper tobbert daar niet te veel over, die accepteert wat het geval is. Dus het is zo gegaan en dat is het dan. Maar ja, wij die hier nu zitten, als resultaat van deze lange evolutie, die troosteloze, eigenlijk vredaardige evolutie, waarin genadeloos geselecteerd en geliquideerd wordt, wij zijn daar dus het resultaat van. Hoe moet het nu verder? En ik denk dat dat een zinvollere vraag is dan, is dit alles nu niet een heel pessimistische ontwikkeling geweest? Hoe moet het nu verder? Nou, ik denk dat op het niveau van het leven waarop de mens functioneert, het menselijke bewustzijn moet ingrijpen. En dat wij dus in staat zijn om inderdaad een wending te geven aan die evolutie, waardoor dat die een andere kant kan uitgaan. Maar kan dat wel? Want de mens, het menselijk bewustzijn, maakt toch ook deel uit van die natuur, maakt toch ook deel uit van die genen, waaruit... Ja, wij zijn eruit voortgekomen. Jazeker. Van waar komt dat bewustzijn dan vandaan? Ook uit die natuur, of niet? Zeker. Dat bewustzijn is de capaciteit van onze hersenen. Dat is eigenlijk het besef dat we hebben, de indrukken die we hebben vanuit de omgeving en die wij cerebraal verwerken in onze hersenen. Interpreteren wij die signalen die we ontvangen en trekken we daaruit conclusies. Dat zijn onze gedachten die door het hoofd gaan. Dat is uit de natuurlijke evolutie voortgekomen, maar nu beschikken wij over die capaciteiten. In veruit de ruimste mate van alle levende wezens die er zijn op aarde. Die hond die hier daar juist zo mooi lag, die beschikt ook over hersenen en ook over een bewustzijn. Maar zijn intelligentie is beduidend minder. En vooral ook Zijn bewustzijn op het niveau van empathie is veel minder dan bij een mens het geval is. Mensen beschikken, dankzij onze meer ontwikkelde hersenen, over een empathisch vermogen, waardoor wij in staat zijn het lijden
niet alleen het lijden van onszelf, maar ook het lijden van de ander te ervaren. Wij kunnen inleven, wij kunnen meeleven met de anderen. Ja, inderdaad. Wij kunnen ons inleven in een ander. En wij kunnen zeggen, een ander heeft behoefte aan iets. Ik niet, ik heb het goed, ik heb geen honger, maar jij hebt honger. Dan kunnen wij, in ons kan dus opkomen de idee dat het goed zou zijn, dat het gepast zou zijn om de ander voedsel te geven, hoewel ik het helemaal niet nodig heb. Ja, maar Nietzsche noemt dat een zwakheid. De zwakheid bij uitstek. Ja, maar Nietzsche is Nietzsche. Hè? We hebben het over Darwin en die heeft beschreven hoe de evolutie zijn gang gegaan is. En dan zijn daaruit deze capaciteiten ontstaan die inderdaad op voldoende hoog niveau van ontwikkeling aanleiding geven tot het ontstaan van moraliteit. En dan mag Nietzsche dat een zwakheid vinden. Vanuit de dierlijke criteria die hij vaak hanteerde, is het dat misschien. Want uiteindelijk, als ik moet gaan zorgen voor mijn medemens en zijn lijden ook op mij neem, leid ik daaronder. En dat is mogelijk dat ik daardoor verzwak. Het is zelfs mogelijk dat de hele soort daardoor verzwakt. Vanuit biologisch oogpunt gezien is dat inderdaad misschien zo geen gunstige ontwikkeling. Mogen wij dan wel zorgen voor gehandicapten? Ja, ja, inderdaad, dat zijn de vragen. Als wij gaan zorgen voor gehandicapten, maar die belasten wel de soort. En die zijn zelf niet in staat zich in stand te houden. Moeten wij dat dan wel doen? Ja, zegt een mens, althans een mens die zich menselijk gedraagt. Het is goed om dat te doen, want die gehandicapte die lijdt onder zijn problemen en we gaan die mens helpen. In plaats van hem te liquideren, zoals in de natuur zou gebeuren, gaan we hem in stand houden. Oké, maar onze soort, onze biologische soort, Homo sapiens, zal degenereren. Ongetwijfeld. Wij gaan zieken in stand houden, wij gaan bejaarde mensen veel te lang laten leven, die al lang niet meer vruchtbaar zijn, al lang niet meer productief zijn, die houden we toch in leven. Dus naar biologische maatstaven is dat verkeerd, naar morele maatstaven is dat juist heel goed. De specificiteit van de mens is nu juist dat hij gaat leven volgens morele maatstaven. Is er dus een soort van voortdurende strijd aan de gang tussen de biologie en de moraliteit? Ja, in zekere zin. Natuurlijk, biologen zijn ook mensen. En die beseffen dat het leven functioneert op het niveau van de fysiologische interacties van het lichaam. We trachten die te begrijpen. Maar de morele principes die wij hanteren zijn van een heel andere orde. En we moeten die, als we als mens willen leven, laten primeren op de planeten. Soms lukt dat ons. We hebben bijvoorbeeld ruzie met elkaar. Oh jee, en dan, ik heb neiging om te gaan vechten en mijn tegenstander te verslaan. Duidelijk zit die agressie in ons en we bedwingen ons. Hoor, niet doen, beheers je, doe dat niet, overleg, praat met elkaar, zoek een compromis. Dat is menselijk. Maar meteen in het gevecht treden, dat is dierlijk. Je voelt dat wij in staat zijn tot op zekere hoogte aan die morele normen die wij onszelf opleggen te voldoen. Tot op zekere hoogte. En lang niet altijd even goed, maar af en toe lukt het een beetje. Veel minder lukt het ons op het grootschalige niveau van de hele soort. De grote groepen, de etnische groepen, de nationaliteiten, als daar belangen, conflicten optreden, dan is het al gauw oorlog. En dan gaan wij ons organiseren om die strijd te winnen. En dan herken je alle oude biologische instincten van imperiale overheersing, van bezit nemen van elkaar, uitroeien van elkaar, je tegenstander vernietigen. En dat zit allemaal in ons. En dan vind ik dat er soms te weinig, dan bespeur ik soms te weinig verzet vanuit die morele kant. Precies alsof die het laat afweten. Alsof die mensen ook worden meegezogen in dat oude biologische instinct. Ja, het juiste woord is weg, meegezogen, zoals je zegt. Hè? We worden meegezogen. Als er een oorlogssfeer in de lucht hangt, dan is dat angstaanjagend hoe wij worden meegezogen. Dan ontstaat er dikwijls zelfs een oorlogsdrang. We willen absoluut de vijand eens een lesje leren. En we geven niet toe, we zijn sterk. We geven niet toe.
verschrikkelijk is dat dan, wat er in de mens kan gebeuren. Ja, dat is dat oude roofdier op zijn heftigst. Maar natuurlijk, ondertussen zijn we uitgerust met die technologie waardoor we over een vernietigingskracht beschikken die geen enkel dier ooit gekend heeft. Daardoor verloopt dat zo rampzalig. Ja, ik denk soms, we hebben Stefan Zweig gelezen, we hebben Thomas Mann gelezen, die mechanismen beschrijft. En ik denk soms, we zouden meer die literatuur moeten lezen om te zien hoe dat mensen zich soms laten meeslepen. Dat is heel juist wat je zegt. We moeten ook onszelf beter bestuderen. Stefan Zweig heeft in dat mooie boek De Wereld van Gisteren beschreven hoe dat er in de oorlog van 1418, misschien de vreselijkste oorlog die er ooit geweest is, ook al omdat die om geen enkel doel gevochten werd. Er werd gewoon tegen elkaar opgetreden. Er werd gevochten om het gevecht. Dat is dat instinct dat losbarstte. En uiteindelijk liep dat totaal ongecontroleerd en is dat een massaslachting geworden. Maar ja, de jonge soldaten trokken zingend en juichend naar het front. Wij moeten ons beter trachten zelf te begrijpen en zodanig dat we het gevaar op tijd herkennen. In moeilijke tijden, zoals we nu weer beleven, in moeilijke tijden moeten wij inderdaad naar de filosofie, naar de literatuur grijpen om dieper te begrijpen wat er bezig is te gebeuren, hoe we dat onder controle kunnen houden. Ik vind de literatuur daar een hele goede, een heel indringende manier om dat te beseffen. Ja, ik denk het ook. Dan leer je wat er zich afspeelt in ons. En wat de wetenschap betreft, daar hebben we dan niet zo heel veel aan. Ja, de wetenschap bestudeert die mechanismen, die hormonen, die erfelijke belasting die we hebben. Goed om te weten, het is maar goed dat we weten dat we die instincten in ons hebben. Maar nu, veel belangrijker nog, wat doen we ermee? Hoe houden we het onder controle? Hoe verheffen we ons boven onze dierlijke natuur? Dat is het punt, dat is het waar wij uiteindelijk als uitdaging voor staan.